Ja, al 45 jaar werkt Henk Visser op een van de bekendste plekken in Flevoland, het Walibi-terrein. Hij begon op de Flevohof en is nu assistent-manager bij Walibi. Hij is er verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein. En Rob Brouwer is daar. Rob, een achtbaan in, dat leek je toch niet zo'n goed idee, hè, geloof ik? Nou, het lijkt mij wel een goed idee. Alleen Henk is niet zo van de achtbanen. Die is meer van de omgeving. Henk Visser, goedemiddag. Goedemiddag. 1976. Klopt. Toen was je hier voor het eerst. Ja, als kleine jongen begonnen. Ja, op dit plekje precies. Waar staan we nu? We staan nu, wat het nu is, dat is bij de Untamed, de voormalige houten achtbaan. Ja. En in 1976, hoe zag dit er toen uit? Dit was toen allemaal landbouwgrond. En daar kwam jij bij? Ja, later. Eerst ben ik begonnen als medewerker schoonmaken en treintje rijden. Nou, treintje rijden mocht ik doen omdat ik hem kon aanslingeren. En toen ben ik vrij snel naar de groenvoorziening gegaan. Die was toen ook onderbezet. En er was ook mijn opleiding eigenlijk. Ik heb daar stage gelopen en ben blijven hangen daar zo op het terrein. Ja, je hele leven heb je hier eigenlijk doorgebracht. Een groot deel van mijn leven is hier doorgebracht, ja. Dat klopt. En die Flevohofperiode, ja, hoe was dat? Ja, dat, heel anders dan nu natuurlijk. Het was een permanente landbouwtentoonstelling. Dus met veel tuinen, kassen, champignonkwekerij, veeteelt, akkerbouw. En dat hele concept stond mij wel aan. En jij was altijd lekker aan het schoffelen en aan het doen en met het treintje aan het rijden? Treintje rijden, dat hield daarna al vrij snel op. Oh. Dat hebben we dan anderen over gedaan. Wat toen was, was het eigenlijk het hele park bijhouden. Ja. Dus, maar dat was ook vuilnis halen, dat was alles wat erbij komt, wat in een gemeente gebeurt in zo'n park ook. En toen was de Flevohof eigenlijk geschiedenis. Ja. En toen zat je natuurlijk met je handen in het haar. Oh, wat moet er nu gebeuren? Nee. Nee, toch niet? Nee, ik ben hier al door gebleven. Ja, want er kwam een pretpark. Walibi kwam hier. En dan voor de curator hier. Ja, en we gaan snel terug naar het Walibi-terrein, waar Rob Brouwer nog steeds met Henk Visser staat. Dat is een jubilaris bij Walibi Holland, want hij werkt al 45 jaar daar op het terrein. Rob, we werden bruut onderbroken, maar jij staat nog gezellig daar met Henk. Ja, ik sta er hartstikke gezellig met Henk, hoewel hij wil eigenlijk aan het werk, want zijn werk is zijn lust en zijn leven. We hadden het net over de Flevohof, daar is het natuurlijk begonnen. Toen werd het Walibi en Henk, dat was natuurlijk wel een hele verandering van zo'n kijkspeel in Doepark naar een volwassen park met allemaal achtbanen, of niet? Ja, daar moest natuurlijk alles omgegooid worden, ook wat betreft infrastructuur, het bouwen van zo'n attractie natuurlijk, de kassen moesten weg, daar moest de Condor komen. Ja, je bent er zelf nog niet helemaal gewend wat er dan allemaal komt. Dus daar moet je dan ook op inspelen. Maar dat was wel een leuke uitdaging. De Condor was de eerste achtbaan. Ja. En hoe stond je er tegenover? Dacht je meteen, ja, dat gaan we doen. Of dacht je van, nou, wat gaan we nu krijgen? Nee, dat was echt een uitdaging om daarmee te beginnen. Ja. Ja. En wat deed jij dan? Heel veel voorbereidende werkzaamheden. Waarvoor? Het aanvoeren van de spullen. De infrastructuur wat er natuurlijk gegraven moest worden. Want het heeft ook stroom nodig. Al die dingen die daarbij komen kijken, voorbereidende werkzaamheden. Er moest gesloopt worden, alle grondverzet, het uitzoeken van de wegen. Dus je hebt jezelf hier heel veel geleerd eigenlijk? Ja, klopt. Ja. En zijn er toen veel mensen meegegaan van Walibi, nee. van de Flevohof nee, naar Walibi? Er was maar een heel klein groepje die meegegaan zijn. Ja. Jij bent eigenlijk de enige die over is gebleven van het begin? Ja, maar dat was natuurlijk ook een van de jongsten. Ja. Dus het is natuurlijk al een hele poos geleden. Ja. 91 gestopt met Flevohof. Dus ja, het is nu toch al 30 jaar geleden. Dus, En toen werd het Walibi, en toen werd het Six Flags, en toen weer Walibi. Ja, het blijft maar groeien natuurlijk. Het komt evenemententerrein erbij. Ja, evenemententerrein hadden we er altijd al bij. Maar dat is natuurlijk... toen hadden we maar een paar evenementjes. Maar nu zijn het echt de grotere evenementen. Ja, en dat heeft veel meer tijd nodig. Wat is er nou zo leuk aan aan het werk hier? De uitdagingen. Je hebt elke dag wat nieuws. Je woont hier ook, hè? Ik woon hier ook, ja. Ik woon onder de Goliaths. Je woont echt letterlijk onder de kolijen? Ja, op de scheiding van het evenemententrein en het attractiepark. Dus je staat op en je gaat naar bed eigenlijk met je werk? Nou, zo erg is het niet hoor.
Maar, hoor jij 's ochtends aan de Goliath van, oh, ik moet even een boutje aandraaien? Wij kunnen het wel horen als er iets niet deugt, bij wijze van spreken. Maar dan geven we dat wel door. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik ben natuurlijk ook altijd op zoek naar geweldige anekdotes. Heb je nog een leuke anekdote van iets wat je hier hebt meegemaakt waarvan je denkt van, daar moet ik even kwijt? Je hebt zoveel van die zaken die je tegenkomt. Net als toen bij de kinderboerderij een kind die met een hand vastzit in de voerautomaat. Die was iets te gretig. Dat draaide even verkeerd. Dus dat moet er dan uit. En zo kom je heel veel van die dingen tegen waar je denkt van, hoe kun je het verzinnen? Ja. Dus je hebt hier ook wel gelachen? Ja. Anders hou je het niet vol, hè? Nee. Het kan nog zo slecht gaan, maar je moet blijven lachen. En je bent nu manager? Ja, assistentmanager. Assistentmanager. Wanneer word je nou manager? Want heb je nog te gaan voor je pensioen? Ik heb nu nog 5 jaar, geloof ik. Maar je zegt nee, ik hoef geen manager te worden. Waarom niet? Nee, de uitdaging wat ik nou heb, dat vind ik genoeg. Ik wil ook graag, ja, met de poot in de klei. Ja, want bij een evenement zoals, wat eigenlijk nu... Lowlands. Dan sta je af en toe wel eens het riool leeg te scheppen. Ja, dan kom je van alles tegen. Ja. De hele kledingkast kom je tegen. Ja. Nou, je bent hier voorlopig nog wel zoet in het park. Ja, we hebben genoeg uitdagingen en wat nog in het verschiet ligt, dat... Zijn ze je trouwens nog vergeten met je 45 jaar? Nee, ze hebben daar een keurig feest van gemaakt. De hele directie was er, onze vaste medewerkers waren er, mensen van de evenementen waren er. Nee, het was een hele leuke dag. En ga je daar ook nog af en toe een achtbaantje in hier? Ja, we gaan er zeker. Ja? Natuurlijk, dan kunnen we niet. Ben je daar niet te oud voor? Nee, daar is niemand oud voor hoor. Je bent zo oud als je je voelt. Ik sta hier naast een trotse Henk. Bij de achtbaan vroeger, de Robin Hood, hoe heet die nu ook alweer? De Untamed. De Untamed. En ik denk dat ik zo meteen eventjes via de vooringang eventjes daar naartoe ga, want het klinkt allemaal wel heel erg spannend. Henk, bedankt voor dit gesprek. Jullie ook bedankt. Nog.